Weet je waar ik trek in heb? In een lekker glas ijstee. Met ijs natuurlijk. Ja, het is vandaag ijsteedag. Laten we dat nou eens tekenen, een glas ijsthee. Doe je mee? Ja. Ijsthee. Hoe tekenen we nou ijsthee? Dat is een goede vraag. Nou ja, in ieder geval, het moet in een glas, ijsthee. Dus meestal zijn dat dan wat bredere glazen zo. Een vrij dikke bodem zo. Natuurlijk wordt er een lekker citroentje of een sinaasappeltje bij. Zo, en een blaadje munt. En ook vaak in dat glas dan, nou ja, en natuurlijk een heleboel ijsblokken. Zo. Ja, en een reflectie op het glas natuurlijk. Zo. De vloeistof. Die zit hier dan ook ergens natuurlijk nog. Zo. En soms zitten er ook wel belletjes in die. In de ijsthee. Hè? Zo. En dan mag er. Oh ja, dan mag natuurlijk ook nog een. Mag gewoon nog hier tekenen zo. Ook dat rietje weer. Al mag dat tegenwoordig niet meer van plastic zijn. Dan hoort er wel een rietje in, dat, in die ijsthee te zitten. Zo. Nou, ik vind dat we zo best een lekker glas ijsthee hebben getekend. Dan kun je zeggen van ja, maar dat kan ook net zo goed een glas limonade zijn. Ja, daar heb je misschien een beetje gelijk in. Maar ja, ik vind het toch wel echt wel ijsthee, mensen. Ja, of ben ik dan. Zo, misschien moet er ook nog een stukje citroen in hoor, dat kan ook. Ik wil hier natuurlijk op de bodem ook nog een stukje citroen tekenen. Zo, maar. Ja, dat wordt het niet mooier op, denk ik. Ik vind het best een aardige glas ijsthee. Dan kun je er natuurlijk ook nog een kan achter tekenen. Ja, dat we een kan met ijsthee hebben. Zo. Met zo'n tuut eraan. En daar zitten dan ook natuurlijk die ijsblokjes weer in. Zo. Reflectie in het glas. Zo, de blokjes erachter en natuurlijk de ijsthee zelf. Zo. Dan kun je hier misschien dan nog een citroentje doen. Zo. In het glas. En ook nog een citroentje zo. Hier ook weer wat takjes munt. Nou, lekker aan de ijsthee en dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!